Oké, ik heb dus een nieuw spel en dat heet Dark Souls 2. De normale mensen beginnen altijd met Dark Souls 1 en daarna gaan ze Dark Souls 2 spelen. Maar aangezien ik geen normaal mens ben, begin ik met Dark Souls 2 te spelen. Ik moet op de startbutton drukken, dus wat gaan we doen? We gaan op de startbutton drukken. Ja, zo'n bos heb ik ooit al gezien in mijn droom. En niet echt om te zeggen van wauw, ik lig de hele nacht van wakker, sorry. Daar is een enge man. Dag vreemde man. Man van mijn dromen. Dat die nu niet meer zo eng is. A place where souls may mend your ailing mind. Oh, dit vind ik veel te eng. Nee, veel te eng. Ja, veel te eng. Long ago, jij bent fucking lelijk, vrouw. Ja, als je het verhaal wilt weten, moet je niet bij mij zijn, hè, mensen, alsjeblieft. Maar ga dan naar weet ik veel wie dat hele die walkthrough shit doet. Try you. Oh, ik moet mijn naam. Oh, ik moet mijn naam nog zeggen, what the fuck? Echt waar. Pof. Hallo. Oh, fuck, wat is dat? What the fuck, moet ik die killen? Oh! Wat heb ik misdaan, kerel? Oh, initiatief is ontdekt, dat ik... Oh, ben ik dood? Ah, je meent je dit, echt of waar? Oh my god, dan moet ik helemaal terug de tunnel in gaan. Hallo! I'm back! Oh my god. Oh my god. Wat een leuk spel is dit toch, hè? Ik ga een andere weg, weet je dat? Die is ook altijd tof, hè? Het is een andere weg. Je doet natuurlijk wat je wilt in het leven. Je kunt wegen kiezen, je kunt in het bos, daar staat een huisje. Oh, alleen. Oh, alleen. In het... Have you business with me? Nee, maar als je dat wilt, ik ben een geweldige businessman, ja. Hey, wat heb ik hem misdaan? Wat? Nee, die heeft een fucking grote balzak. Ben ik dood? Hey, tunneltje! Hey, konijntje! Hey, tunneltje! Hey! Oh, fuck, nee! Stop! Waarom de fuck ga je erop dood, kerel? Ik ben al een half uur bezig en ik heb denk ik nog niks bereikt in dit spel. Misschien bent ge wel zwaar met die. Is die dood? Oh my god, ik heb die gewoon vermoord. Oh my god, ik voel me zo pro. Ben ik dood? Oh my god, ik ben dood. Oh my god, ik ben dood. Wat een geweldige game is dit. Dit is een geweldige game. Dit moeten we weer opnieuw naar die plek gaan, naar die plek gaan, naar die plek gaan. Ik ben een piratenliedje aan het zingen, want dat is iets op mij. Ja, daar juist was niet echt uw dag, hè? Nee, dat kan ik wel begrijpen. Oh my god. Oh my god, mijn man is slap. Oh my god, oh my god. Ik moet één slag krijgen, ik ben al dood. Dit spel kost dus wel 30 euro. Hè. Oh fuck. Oh fuck. Oh my god, ik dacht dat ik dood was. Nee, als ik nu niet dood, nee. Als ik nu dood zou geweest zijn, nee, dan zou ik het spel echt gewoon een fucking de vaalbak hebben gegooid, weet je dat? Weet je dat echt, ja, sorry, maar dan, nee, dan zou het denk ik een beetje horen gaan, en toch, dat vinden jullie ook allemaal. Hallo? Hallo? Oh, dat heb ik goed gedaan, nee, dat nou, dan ben ik fier op, man, what the fuck? Oh, man. Zitten we in dat soort gamen, ja, dan moest je mij wel op voorhand zeggen, hè. Ja, als je iemand doodt, sorry, maar we brengen hem terug tot leven, zodat het toch nog net iets moeilijker wordt voor jou. Dan ga je nog net iets meer ragen, en dat is natuurlijk ook de bedoeling van het spel, hè, ja. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh
Waarom de fuck zijn er twee? Waarom de fuck zijn er twee? Waarom de fuck zijn er twee? Oké, ik snap de game. Ik snap volledig de game. Want ik heb nog nooit een game zo goed gesnapt, weet je. Dus stel dat iemand geïnteresseerd is in een game, dat je moet vechten voor geen nut, dat je dingen kan verzamelen maar dan tot uiteindelijk niet gebruiken, en dat je vanzelf doodgaat omdat je op een rotsblok loopt. Wel, dan is deze game iets voor jou. Dan is deze game op jouw lijf geschreven. Stel dat je iemand bent die een game zoekt die een beetje normaal is, die een beetje logica heeft, die een beetje een doel heeft, wel, dan is deze game niet echt iets voor jou.